Hey guys, Mike weer. Vannacht welkom met deze nieuwe vlog. Ik heb vandaag een cami-trui aan. Met een jeans, met witte schoenen. Dus eerst en vooral, like deze video, abonneer op mijn kanaal en doe een dikke duim omhoog. Ik ga nu een lekker tasje thee drinken, want ik heb nog wat... Ik ben vandaag eigenlijk veel te vroeg opgestaan. Echt serieus, te vroeg opgestaan. Nou, en ik ben beter te vroeg opgestaan dan te laat. Want als ik te laat was opgestaan, dan was ik echt helemaal fully freaking out in panic. Wel, dit is de keuken bij mijn mama. Maar niet getreurd, er komen nog wat dingetjes eraan, zou ik zeggen. Ik vind het vooral leuk om nieuwe vrienden te hebben. En vooral leuk om met die vrienden leuke dingen te doen. Ik ben nu even te wel mijn tas even aan het proppen maken, want ik ga die nog gebruiken voor mijn tas thee. Ja, dat doe ik nu ook. Wel, dan ook nog iets anders. Ik en Wesley zijn 2 maanden samen. Ik heb wel nog een storytime gedaan van hoe ik hem heb leren kennen. Dus ik ga in de tussentijd ook wat vertellen van hoe het met mij en Wesley gaat. Want tussen mij en Wesley gaat alles heel goed. Alles gaat perfecto, gelijk ze zeggen. Alles gaat fantastisch. En ik ben vooral blij dat ik Wesley heb. Want Wesley is nou ja echt een heel lieve jongen. Ik ben er blij mee. Hij maakt mij gelukkig. En hij maakt mij eigenlijk wel super blij, want... Als ik eerlijk moet zijn, heb ik de laatste tijd nogal niet echt geluk gehad op liefdesgebied, zou ik zeggen. Ja, neem trouwens bijvoorbeeld mijn laatste ex, maar ja. Ik ben terug gelukkig en dat is voor mij dat telt. In de tussentijd dat het thee aan het maken is, ga ik bezig zijn met een house tour. Welkom bij deze morning routine, / house tour. Oké, we gaan beginnen bij dit. Dit is de woonkamer. Ik ben de lenares aan het kijken. 10 irritaties aan bijbaantjes. Echt super handig. Dit is de woonkamer. Helemaal aan het herfstthema. Hier is een speelhoekje voor mijn mama's petekind nummer 2. We gaan nu even verder. Hier is de hal. Hier is, oh jawel, de badkamer. Echt zo leuk. Dan hier heb je... Het toilet. Ga ik een beetje zo doen. Dit is het toilet. Wel, dit is de badkamer en dat ziet er zo uit. Hier is de spiegel. Hier is de douche met een kleine dingetje waar we zo de doucheproducten zetten. En dit is mijn kamer. Dit is my room. Het is een beetje chaotisch. Het is een beetje perfect, echt heel perfect. Dit is mijn kamer, dit is mijn bed. Dit is, of course, my closet. Dit is mijn kledingkast. Echt, ik heb een heel grote kledingkast. En dan ook nog deze. In deze kast liggen mijn hemdjes, pyjama's, kistje met accessoires voor emergencies. Hier heb je mijn bureau. Oké, het is best een beetje rommelig, maar daar moet ik nog opruimen. Hier heb je mijn accessoire setting ding. Hier liggen al mijn accessoires. Hier liggen mijn kampioenenverzameling. Kami-verzameling, dan ook nog hier de kampioenen. K3 en Like Me natuurlijk. En check out dit herfstdecoratie, echt heel leuk. Hier foto's van mijn oma en opa, van Disney... Disney villains. En wat foto's. En hier liggen mijn knuffels. Hier ligt mijn beer van How to Build a Bear. K3. Friends. K3. 3 biggetjes editie. Hier heb je de boeken van Rutger en Thomas en Paco. Dan hier een Vetewink Saga boek. Dat ik nog moet uitlezen. Dan heb ik ook nog... Dit is de kamer waar ik mijn Playmobil
serie opneem. Hier. Dit is het politiekantoor. Zoals jullie zien, dit is het politiekantoor. Hier is het vakantiehuisje. En hier is, of course, hier is zo de bakkerij waar alle mogelijke episodes doorgaan. Dan hier heb ik het huisje van mij en mijn BF in de serie, echt. Hier zijn foto's van mijn papa, mijn broer en mij. Dan een foto van mijn oma en opa en mij en mijn nicht. En dat was het eigenlijk. Dat is het nog niet voor deze tour, want die camera hebben we al gehad. Maar nu gaan we... Dit is mijn maaskamer. Cool, hè? Voilà. En dit is dan de hal. En dit is de ding met de snacks in. En nu ga ik ondertussen even mijn thee opdrinken. Dan misschien een stukje cake eten en wat kijken naar video's. Dit was het eigenlijk voor deze vlog. Wel... Wel... Voilà, dit is ook nog een super leuk... Dit is de keuken. Daar heb je nog een terras. En daar heb je ook nog een ander terras bij mijn mama. Maar daar ga ik niet binnen gaan. Zo, dat was het voor deze house tour / morning vlog. Ik heb een cami trui aan, zoals jullie zien. Want, of course, ik ben een diehard cami fan. Dan heb ik ook nog de outfit gemaakt met een jeans. Witte schoenen van Zara. En ook nog, ik heb nog geen accessoires, maar dat komt nog wel. Ik heb mijn haar vanochtend gewassen met shampoo voor vettig haar. Dan heb ik een skincare routine gedaan van alles eigenlijk. Voilà. Dus, dat was het dan voor deze vlog / morning routine. Nu dat mijn thee klaar is, ga ik die maken. Want eigenlijk, thee maken is een beetje gelijk hetzelfde doen eigenlijk. Oh, voor het geval mensen vragen zijn die vragen hebben van wanneer ik nog eens live ga op TikTok. Wel, ik ben het dan aan het overwegen. Het is niks officieel dat ik nog live ga op TikTok. Maar ik zal er wel nog wat doen, want... Nou ja, het is niet omdat ik een verleden heb met een bepaalde persoon dat ik mijn livestreams moet stoppen. Daarom vind ik het gewoon belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en dat iedereen elkaar moet accepteren en vooral vertraagzaam zijn. Dat vind ik gewoon. En... Oké. Zoals de meeste van jullie waarschijnlijk weten, geeft mijn oude school, de Groeicampus, een mosselfeest. Voor de vraag of ik erbij ga zijn, nope. Ik ga niet naar het mosselfeest. Daar heb ik mijn eigen specifieke reden voor. Het is niet omdat ik eigenlijk gewoon geen zin heb om te gaan. Ik wil best gaan, maar er zijn wel limits. Want ik ben afgestudeerd. Toen ik ben afgestudeerd van school, heb ik mezelf beloofd om niet zo vaak meer, niet op school. Ik kom wel nog op bezoek op school, maar snap je? Oké. Zoals de meeste van jullie waarschijnlijk al doorhebben, ben ik de laatste tijd nogal bezig geweest met mijn uiterlijk, mijn looks, met, nou ja, alles. Zou ik zeggen. Ik ben vooral bezig geweest met mijn looks, vooral omdat ik heb een relatie met mijn boyfriend Wesley. Die is echt super cute. Echt, ik ben er super blij mee, want bij hem voel ik mij meer op mijn gemak dan bij mijn andere ex-vriendjes. No offense. Wel, ik ben blij dat ik Wesley heb, want ik en Wesley zijn 2 maanden samen. Echt, en we zijn super blij en super gelukkig. En ik moet me ook nog klaarmaken, want ik moet ook nog naar mijn werk. Maar echt, ik heb echt totaal geen zin om te gaan werken. Oké, er zijn van die dagen dat ik zin heb om te werken en er zijn ook van die dagen dat ik geen zin heb. Waarom? Wel,
Mijn begeleidster geeft nogal de laatste tijd nogal kritiek op mij. Zou ik zeggen, echt kritiek. Ze klaagt als ik tijdens de pauze op mijn gsm zit. Eigenlijk, als jullie de storytime van mijn TikTok hebben gezien, dan weten jullie al waarover het gaat. Voor de mensen die het niet gezien hebben, wel, ik en een collega van mij, laten we die even... ik ga geen echte namen gebruiken, maar laten we die even Cindy noemen. Ik, Cindy en Linda waren soep aan het maken op mijn werk en we hadden eigenlijk niet eens lang pauze gehad. Dus we waren klaar, de soep was klaar, alles was klaar. Dus zei Cindy tegen mij van laten we even pauzeren, want we hebben nog niet lang pauze gehad. We zaten even aan een tafeltje. Ik zat nog maar net op mijn gsm. Kwam mijn begeleidster eraan en die zei van... Ja, Michael, is dat nu... Het is niet het moment om op je gsm spelletjes te spelen. Ik denk bij mijn eigen van... Wij hebben nog niet eens pauze gehad, dus... En dan stuurt ze van... Dan zegt ze tegen mij van... Ja, ga maar onder een beetje helpen. Echt, ik denk bij mijn eigen van, wat? En dan ook nog, tijdens de tweede pauze, was ik ook op mijn gsm. En toen zei ze tegen mij, je kunt het al raden, hetzelfde. Ik dacht bij mijn eigen van, het is middagpauze. Ik mag op mijn gsm zitten. Ik heb daar recht op. Maar ja, zwart. Dan heb ik ook nog een evaluatiegesprek gehad. Daarover ga ik u nu wat meer vertellen. Ik had dus een evaluatiegesprek met mijn begeleidster en iemand van de VDAB. Mijn begeleidster die zei tegen mij van... Ja, Michael, wil je niet gelijk je vriendje geld verdienen? Oké, even terug op dat te komen. Ze zei tegen mij dat ik eigenlijk klaar was om over te stappen naar betaald werk. Maar dat is op tempo. En ik in tempo, dat is echt een no-go, gelijk kan je zo zeggen. Maar ja, dat vind ik echt een no-go, want ik wil niet bij BWL werken. Ik heb niks tegen BWL, mijn boyfriend werkt daar, ik heb daar niks over te zeggen, maar het is niet mijn ding. Ik kan dat fysiek nog niet aan. Ik kan dat mentaal en fysiek niet aan. Dan ook nog het feit dat ze tegen mij zegt van, ja, wilt je niet gelijk je vriendje geld verdienen? Dat heeft voor mij, dat was gewoon echt voor mij de over. Ik zei gewoon in mijn eigen van, ik bleef kalm en beheerst. Toen, die dagen daarna, hadden we zo'n uitstap met vrijwilligers van het Tourmaline Rusthuis. Wij gingen daar naartoe, ik ging daar natuurlijk naartoe, want ik zat daar ook. Toen zei mijn begeleidster tegen mij, ik was aan het vertellen dat ik me had ingeschreven bij een toneelclub... Dat ik mij eigenlijk wou toelating doen bij een toneelopleiding. Toen zei ze zei meerdere keren tegen mij dat het mij niet ging lukken. Dat ik dat niet kon en bladibladibla. Maar toen dacht ik bij mezelf van... Ik ga bewijzen dat ik het kan. Ik ga het doen. Maar dan ook nog het andere probleempje was. Toen begon ze over het onderwerp. Zij was met collega's aan het praten en ik was niet echt mee aan het gaan in dat gesprek. En ik was gewoon even op mijn gsm aan het kijken van hoe laat ik een bus terug heb. Toen zei ze again tegen mij van... Ja, Marco, doe je gsm is 5 minuten weg, we zijn wel aan het babbelen. Waarom doe je... Je doet zo wat voor jou. Ik denk met mijn eigen van... Je bent met de rest aan het praten. Ik heb niet eens mijn naam gehoord. Zwat. Dat was dus eigenlijk... Dus nu zijn jullie wel even mee. Zwat. Ik heb vandaag echt totaal geen zin om die begeleider tegen te komen. En dan vroeg ze me... even terug naar levensloop. Ze vroeg aan mij van... Michael, zou je niet meedoen aan levensloop? Ik was van... Wat? Ik was er in mijn hoofd van...
We zijn nu lekker gezellig aan het babbelen. We zijn nu lekker ergens waar het totaal niet het moment is om daarover te beginnen. En dan begint ze daarover. En dan zegt ze, en dan, ik zei al tegen haar van, ik kan niet meedoen omdat ik zwakke longen heb. Toen zei ze dit tegen mij van, ja, maar ik wil bewegen zo. Bewegen is goed voor u. Ik denk bij mij van, tegen de oudjes kun je dat zeggen, maar niet tegen mij. Ik ben nog jong hoor. Maar ja, zwart. Ik ben nu kalm en beheerst. Zo, dat was het eigenlijk voor deze morning routine, schuinstreepje, storytime enzovoort. Zwart. En ook nog wat een houtstuur. Zwart. Ik ga vandaag weer, ik ga echt eerst en vooral. Vind je dit een leuke storytime? Doe alvast een duimpje omhoog. Like deze video, abonneer op mijn kanaal en doe een dikke duim omhoog. En vergeet vooral niet op dat belletje te drukken, want zo mis je geen enkele nieuwe video. Later!